Thank you, Chair. Dear colleagues, dear Commissioner. Europa moet een plek zijn waar iedereen zich vrij en veilig kan bewegen. Offline en online. En ik wil het vandaag hebben over de jongste gebruikers onder ons. Want 1 op de 3 internetgebruikers is kind. Maar zijn onze kinderen in de digitale wereld wel zo goed beschermd? Vinden we het normaal dat de data van kinderen aan de hoogste bieder wordt verkocht? Kinderen door adverteerders specifiek worden getarget? Of zelfs alcoholreclames voorgeschoteld krijgen? Dat lijkt me niet. Kinderen moeten zich vrij en veilig kunnen bewegen. Zonder de rest van hun leven een digitale footprint mee te slepen die vele malen groter is dan hun eigen schoenmaat. Alles staat of valt natuurlijk met een goede leeftijdsverificatie, maar het betekent ook dat wij bij het maken van nieuwe regels, of die nou gaan over AI in onderwijstools of eisen aan computerspelletjes, concreet moeten kijken naar wat een kind wel en niet kan begrijpen en overzien. Met als uitgangspunt wetenschappelijk bewijs en niet op basis van de huidige zelfregulering. Want jong geleerd is oud gedaan. Dank u wel.